Het vastleggen van oude Surinaamse verhalen in producties is cruciaal om ons cultureel erfgoed te behouden en te delen. Het zorgt voor een connectie met onze geschiedenis die we moeten koesteren en doorgeven aan toekomstige generaties. Met deze woorden lanceerde regisseur Luelle Monsanto gisteravond haar eigen film Asima. Film Asima vertelt een avontuurlijk verhaal dat gebaseerd is op een Surinaamse oraal volksverhaal waarin de 10-jarige Deon in de grote vakantie samen met zijn beste vriend op zoek gaat naar de Asima. Monsanto merkt op dat er gekozen is voor het verfilmen van dit volksverhaal omdat het bekend is in het geheel Caribisch gebied. De realiteit leert wel dat het maken van een film, vooral in Suriname, niet altijd even gemakkelijk gaat. Desondanks was het voor Monsanto een droom die ze niet uit de weg zou gaan. In de fase voordat ik naar Nederland ben gegaan om te gaan studeren, had ik al zeg maar, een team waarmee ik de folktales maakte. Maar het waren ook gewoon de mensen met wie ik eerste instantie commerciële opdrachten deed. En zo vroeg ik van, hey guys, what about als we gewoon gaan proberen om een filmpje te maken. Dus op een gegeven moment begon het met een groep van 5. En omdat het zo leuk werd, dan sloten mensen gewoon aan. En het was in het begin best gewoon een leuk hobbyproject waarbij iedereen, zowel acteurs als crew, deed dan gewoon gratis mee, gewoon vrijwillig mee. En we kregen altijd toentertijd apparatuur gesponsord van de Gripbusters. En zo was het in principe doable. Het is een viering van onze identiteit en een bron van inspiratie voor de toekomst. Ze roept daarom alle Surinamers op die aspireren zulks te doen, te beginnen en niet te kijken naar de omstandigheden. Ik ben in Suriname opgegroeid en als kind van Surinamers was altijd dat mijn ouders vonden dat ik iets moest gaan studeren dat geld verdient. Dus film, acteren is eigenlijk, muziek zijn geen dingen die worden gestimuleerd. Maar ik zou zeggen aan de mensen die dat graag zou willen doen, ik bewijs gewoon dat het gewoon kan. Ik heb in Suriname gestudeerd, ik heb werktuigboekkunde gedaan, maar ik heb na die studie heb ik besloten om op eigen houtje naar Nederland te gaan en alles zelf te proberen. En het is gelukt. Dus als je gewoon een droom hebt, it is possible. Ga gewoon ervoor, al is het in de kunstrichting, you can do it. De regisseur geeft aan dat het in de bedoeling ligt om door te gaan met het produceren van meer Surinaamse content. Op zo'n manier kan worden gewerkt aan het bevorderen en op de kaart plaatsen van jong Surinaams talent.